Dames en heren, van harte welkom terug bij... Gaan we hem neer? Nederlandse Zuid-Nederlands favoriete memorijshow, waarin we wekelijks... Ja, nu wel weer wekelijks kijken op de subreddits. Gewoon subreddits, waarin geintjes, iets met geintjes, geinige plaatjes... Waar we kunnen relaten, wappies kunnen uitlachen... Ik ga het construct niet uitleggen, je ziet het wel. Imposter, nee! Post! Pieter, die mag even lekker met vakantie. Die heeft december toch even lekker helemaal zijn longen uit zijn lijf gewerkt. Lekker met vakantie, Pietertje. Ga maar lekker met vakantie. Wanneer mensen toch vuurwerk hebben afgestoken. De overheid, ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld. En of, ik sluit me aan bij de overheid. Eigenlijk, ik had het ook eigenlijk wel verwacht. Ik had exact verwacht dat het zou gaan gebeuren. Waarin ongeveer best wel wat mensen gestopt zijn... toch eigenwijze huftertjes ertussen hebben zitten. Gewoon bang, 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 bang. Niet zoals het eigenlijk hoort. Wist je dat er een regel was dat je eigenlijk alleen maar vuurwerk mag afsteken? Wat was het? Nadat het 10 uur 's ochtends is geweest, alleen op Oudjaarsdag. En dan moet het volgens mij weer stoppen om 2 uur 's nachts. Ik dacht dat dat de regel was. Dat werd mij in ieder geval altijd verteld. Ah joh, gewoon, wat is het? 20 december, bing, 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 bing. Het verbaast mij gewoon dat mensen zoveel vreugde halen uit vuurwerk. Ludwig, I am not your friend. Dat weet ik, Ludwig. Dat weet ik. Ja, ik kreeg dat inderdaad meerdere malen naar me toegestuurd. Het is alweer inmiddels even geleden dat zijn video online kwam. Hij zegt eigenlijk ja, in 15 minuut 30 vertelt hij gewoon iets meer over parasociale relaties en... dat deze relatie zeer eenzijdig is. Dus jullie weten vermoedelijk heel veel over mij. Ik weet helemaal geen kloot van jullie. En dat is hoe het is. Goeie gozer, die Ludwig. Goeie gozer. Mag hem wel. Maar dat is weer eenzijdig, hè? Want hij kent mij niet. Kon niet meer maar. Oh, in mijn dromen. Amerikanen, als ik zeg dat ik geen klompen draag. What a tarnation. Volgens mij zeggen Amerikanen dat tegenwoordig niet meer. Volgens mij is er maar één gesprek gaande in de Verenigde Staten momenteel... En dat is Trump, 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 Trump. En hoeveel Harris daar momenteel gaande is? Ik zei het, Harris. Petitie om de Verenigde Staten een naamverandering te geven naar de... Even kijken, in het Engels is het de United States. Laten we de Divided States doen. Zo united vind ik ze tegenwoordig niet meer. Maar wellicht gaat het veranderen als meneer Biden aan de macht is. Wanneer mijn wekker 's ochtends afgaat. Goed, dat is wel een prachtige wekker. Dat gewoon Gaston naast je bed staat. In je oor staat te loeien. Goedemorgen. Gaston. De snoesknop is gewoon echt zo'n smack geven. Bah, bek halen. Hij is vast een andere vrouw aan het denken. Ik vraag me af of ik ooit 2 keer van dezelfde koe melk heb gekocht. Ja, dat zou kunnen. Het is vrijdagavond. Gaming meneer komt online. Het begint buiten te regenen. Je hond komt naast je liggen om mee te kijken. That's a good boy. That's a good boy. En al is het een meisje, that's a good bitch. Je zit 6 jaar op school. Je gaat slechte cijfers halen. Je gaat naar de MAVO en je hoeft maar 4 jaar. Je gaat naar MAVO. Niet neerkijken op MAVO. Ik ben ook een MAVO-boy. En kijk waar ik terecht ben. Oh! Nee joh. Het is hartstikke goed met mij geëindigd. Hoe we vorig jaar oud en nieuw vierden. Knallers en toeters. Hoe we nu oud en nieuw vieren? Ledstrippies. God, welk land was dat ook alweer die met die drones een soort lichtshow deed? Was dat Korea? Zuid-Korea, hè? Ik zie Noord-Korea niet hun waardevolle stroom daaraan gebruiken. 9-jarige ik zit gewoon gaan niet meer te kijken. Don zegt piemels. Ja. De helft van de bevolking heeft er één. Don neemt een tijdje vakantie. Alle koters. Noted. Gewoon niet noted. Hoeveel vragen ik heb gehad. Hé man, waar ben je? Waar ben je heen? Je hebt al even niet meer geüpload. Wat doe je man? Wanneer ga je weer uploaden? Het antwoord van ik zie het wel is nooit goed. Kerstman. Commerciële Coca-Cola, man. Coca-Cola heeft hem wel een beetje inderdaad... hoe zeg ik dat? Uitgebuit? Dat is misschien de verkeerde term. De marketing voor gedaan. Dat je kerst inderdaad...
ging associëren met Coca-Cola. En als een persoon die regelmatig met marketing te maken heeft, kan ik dat alleen maar applaudisseren. Oké, jij bewaakt de deur. Als de politie komt, spring jij uit het toiletraam. Jij wacht in de auto met een draaiende motor. Plannen jullie een bankoverval? Nee, het kerstdiner. Want aan de regels houden is ook zo moeilijk. Zal ik je eens wat leuks vertellen? Je zou het kunnen zien als een lifehack. Recent is aangekondigd dat de lockdown wordt verlengd met een extra 3 weken. Nou zag ik recent ook dat er lockdown protesten waren in Hilversum. Zal ik je eens vertellen hoe het snelst mogelijk weggaat? De lockdowns en dat de winkels gewoon weer open kunnen. Als iedereen zich gewoon aan de regels houdt. Dan gaat het zo snel mogelijk weg. En dan kan je er nog wel tegen zijn. Helemaal prima. Maar als je je aan de regels houdt, dan gaat het zo snel mogelijk weer weg. Zo simpel is het. Maar de economie kan het niet aan. Nee, maar omdat jullie zitten te kutten, moet die lockdown nog een keer verlengd worden. En dat is nog schadelijker voor de economie. Dus hetgene wat je probeert te voorkomen, creëer je nu. Is dat een big brain play? Helemaal niet. Het is gewoon eventjes nadenken voordat je iets doet. De zolderkamer. Oh, recht voor je raam. Achter een balie. Dat zou toch genieten zijn. Maar de titel is ook Mensen zijn onnozel op de weg. Klopt. Nog steeds. Ik word gezien als de ASO. Omdat ik in een BMW rij. En dat ik mijn knipperlicht niet zou gaan gebruiken. Het is allemaal gecalculeerd, jongens. Ik ben de beste chauffeur op de Nederlandse wegen. Ik was lekker op uitstap en kwam dit tegen. Doel in België. Ja joh, zichzelf de plek vervloekt. Klopt, die clip was inderdaad opgenomen in Doel in België. Een mooi spookdorpje, zo gezegd. Ook al, er wonen nog wel mensen, heb ik vernomen. Don laat zijn Spotify zien. Elke army. Ja, man van cultuur. Uiteraard. Galileo, great mind. Einstein, genius mind. Newton, extraordinary mind. Never mind. Thanks, Pick. Ik weet dat ik niet in de ranken van een Galileo, een Einstein en een Newton zit. Maar gewoon in de categorie laat maar is ook weer zoiets van... dat is een beetje beledigend. Het doet een beetje pijn nou. Oh, die moet ik echt instellen op mijn Twitch. Oh, die is echt leuk. Pette Don. Ja, muziekje erbij. Is dat een Kirby muziekje of zo? Dat zou best kunnen. Leuk hoor. Ik vind hem leuk. Ik noem mayo frietsaus. Angry. Klopt. Want mayonaise is geen frietsaus. En frietsaus is geen mayonaise. Dit heb ik toch al eens een keer uitgelegd, jongens. Mayonaise moet voldoen aan 70% vet. Of nee, vet. 70% olie. Frietsaus niet. Dat is een van de eisen of een van de specificaties waar een mayonaise moet voldoen. Iedereen heeft het over Don Juan. Maar hoe zit het met plompie? Dit is een van de redenen waarom ik niet de politiek in zou kunnen gaan. Aan de andere kant weet je, Arnold Schwarzenegger heeft het gedaan. Dan kan ik het ook. Mijn moeder, dat gamen is slecht voor je. Mam, wat voor level ben je op Candy Crush? Listen here, you little shit. Ik heb helemaal geen zin meer om gamer te verdedigen. Als jij dat kut vindt, dan vind je het lekker kut, joh. Maar ik vind luisteren naar André Rieu vind ik geen zak aan. Lekker meningen delen. Heeft helemaal niemand wat aan. Een vraag aan de kijkers. Wat is de beste of leukste herinneringen aan Don van dit jaar? Nou, let me know. Aardappelen. Nice. We noemen het een mondmasker omdat het een masker is voor je mondkapje. Het is een mondkapje. Eigenlijk zou het een gezichtsmasker moeten zijn, want je moet het ook over je neus doen. Niet alleen over je mond, ook over je neus. En het maakt me niet uit hoe je het noemt. Desnoods noem je hem Ferdinand. Zolang je maar gewoon op je smol doet, wanneer erom wordt gevraagd. Rozen zijn rood. Don zijn haar was ooit blond. Wat ik me afvraag, ligt die trui nog steeds onder de grond? Nou, er was net iemand die in Doel was. Deze trui is dicht bij Doel begraven. Als je hem weet te vinden, is hij van jou. Goed, er is weer genoten. Volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Bedankt voor het kijken. Wil jij 2 andere video's zien? Knoppen. Wil jij merchandise? Gamernee.nl. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei.